dames en heren, leuk dat jullie kijken naar een goed nieuw vlog. Mijn naam is Justin, vandaag is het zondag. Vergeet elke keer die hendel daarboven. Vandaag is het echt een rot regenachtige dag. Hier. Het is echt een beetje bieba weer. Het is regenachtig. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het is de hele dag een beetje mieze weer. Als het goed is, kan je het wel een beetje goed zien. Het is een beetje binnen zit weer. Dat is het goede woord. Binnen zit weer. Echt weer de hele dag een beetje binnen zit. TV kijken, lekker spelletjes doen of een boek lezen. Als mensen dat doen, tenminste een boek lezen. Zondag is het. En vandaag heb ik eigenlijk de hele dag ook een beetje wat gehangen. Tijd gezeten, wat voetbal gekeken, dat soort dingen. En nu gaan we dus vanavond weg. Gaan we naar een plaatsje in de buurt. Nou, dat is ongeveer kwartiertje, half uurtje rijden. Ja, daar gaan we dus even heen. Best wel saai eigenlijk. Ja, ik ben nu tussentijd even mijn bureau hier een beetje aan het opruimen. Hier lag allemaal troepjes. En dan gooi ik dat even hierin. In ieder geval, ik heb hier mijn tas hier achter me liggen. Hier. En die ga ik dus even uitpakken. Dat hier even zo de laptop komt te staan. Mijn camera's hier even neer kan leggen en zo. Dus dat ga ik nu even zo doen. Dus dan ga ik die tas even uitpakken. Voor de rest is dat het enige wat ik nu ga doen. Dan gaan we ook zo weg. Het is 6:15 nu. Het begint 7:00 of zo moet het best zijn. Ja, voor de rest ga ik denk ik gewoon even filmen tijdens de reis. Er is niet heel veel bijzonders. Kunnen we een leuke reis maken, dat sowieso. Maar ja, ik heb er niet echt heel veel zin in en zo. Voor de rest ga ik dus nu even snel mijn bureau hier vol zetten met spullen dat uit mijn tas komt. En dan kan ik die tas ook weer wegzetten. Die tas heb ik volgende week dus weer nodig als ik weer naar school ga. Dat zit, ding is klaar, opgeruimd. Het is niet echt helemaal opgeruimd. Hier ligt mijn GoPro, die leg ik wel even in dit bakje. Hier zit al het spul van de GoPro zo. Mijn controllers hier, mijn laptoptas met alle spul erin. En deze heb ik straks nodig in de auto. Mocht de camera een beetje leeg gaan, heb ik altijd dus die mobiel ding. En mijn, Sony oplader. En heb ik altijd een oplader bij de hand, dat is best wel handig. Want stel hij raakt leeg en je bent toch onderweg, kan je altijd dus nog opladen. En is hij nooit echt leeg. En wat ik dan ook nog mee heb, als ik bijvoorbeeld een lange reis maak, is mijn laptop. Als je stelt kaartjes vol, alle bestanden even snel op de laptop zetten en weer doorgaan. En zo kan je gewoon echt continu blijven filmen. Ik geef zo vragen beneden aan mijn moeder van hoe laat we ongeveer weg, want het is nu bijna 6:30. Voor mij hoeven we in principe niet weg. Maar goed, we gaan jammer genoeg wel. Maar ik ga er proberen het beste van te maken. En ja, dat moet je altijd maar doen. Ja, dat werkt ook perfect. Mijn buurman dacht, mijn mobiel moet nog aan de opladen en dat zou ik moet ik ook niet vergeten. De rest heb ik mijn sleutels ook niet gedaan. Volgens mij gaan we nu weg. Ik neem de camera mee en ik zie jullie onderweg. Nou, ik zit alvast in de auto. Het is nu even wachten op mijn zusje en mijn moeder. Nu kun je het pas echt goed zien wat... Wacht, kan je het echt goed zien? Ja, hier. Zo kan je het wel goed zien hoe erg het regent vandaag. We zitten dus nu in de auto. Het is nu even wachten op mijn moeder en mijn zusje en dan gaan we weg. Oh, dit is op zich best wel apart. Kijk, ik zet hier nu even aan, maar dit is op zich best wel een apart ding. Hier, dit is een soort gat. En je kan het gewoon ook zo Er zit ook van die soort gaatjes in of zo. Freaking. Volgens mij, ja, dit is voor de frisse lucht. Maar je hebt nog nooit echt van die dingen gezien die echt 100% rond kunnen draaien of zo. Laat het nu. Zo. Dat is een beetje vervelend. Soms heb ik echt zoiets van. Ja, nu wil ik wel even gewoon lekker lang wachten. Dat vind ik niet erg. Maar soms heb ik ook van. Kom op, jongens. Dat gevoel heb ik dus nu ook. Dat nu voor mij mogen we wel weggaan. Want ik vind het sowieso niet leuk. Dus waar ik heen ga, dat heb ik echt zo vaak verteld nu. Maar als ik ergens geen zin heb, dan mogen we voor mij zo snel mogelijk erheen gaan. Ik weet niet waarom, maar dan ben ik er maar sneller vanaf of zo, denk ik dan. Terwijl het even lang duurt. Maar goed. Wachten duurt soms lang. Two hours later. Hey, we zijn nu klaar, we gaan nu richten. Waar woont hij ook weer, man? Morgen toch? Zo. Nee, maar dat meen ik serieus. Nee, maar waar woont hij dan? Leek? Ja. Leek. Nou, we gaan in ieder geval naar Leek. Au! Alleen dat je achterin zit, hè. Zit in ieder geval nu in de auto. Het is een beetje regenachtig weer, zoals het de hele dag al is. En we gaan dus nu op weg naar Leek in Drenthe. Groningen, bedoel ik. Ja, dat was een grapje, weet iedereen toch. Gaan we een koffie drinken of thee drinken of gewoon even fris. En dan gaan we even daar praten en dan gaan we rond een uur of 10:30 weer weg of zo. You can tell by the way she walks out, she's my girl. You can tell by the way she talks, she rules the world. You can see in her eyes that no one is her chain. She smiles.
supergirls don't cry. And then she say it's alright. I got home. We zijn hier nu binnen, we zitten hier lekker een stukje. Ja, wat is het? Lekker stukje cake-taart-achtig iets. En tegelijk kijken we lekker even tv en zitten we hier te genieten. Of zitten we even, ja, deze kamer te kijken en zo. En voor de rest, ja, zitten we lekker even een cakeje eten. En dan gaan we zo even lekker poolen, want we hadden gehoord dat hier ook een pooltafel staat. Dus gaan we dat ik even doen. Nou, we zijn nu dus boven, zijn we nu even aan het poolen. Het vorige potje sloot een beetje apart af en nu zijn we dus de bal aan het klaarleggen. En beginnen we een nieuw potje. Tot als de laatste bal klaar is, of als de laatste bal er nog ligt, dan ga ik even laten zien wie het potje wint. En ja, we gaan beginnen. Nou, we hebben nu nog, zoals jullie zien, twee ballen over. Twee. Wat? Twee. Ja, twee, sorry. We hebben één paarse. Dat is deze, want je kan straks slecht zien hoe het ligt. En de zwarte. Ik moet met de zwarte nog erin. Dan zet je de paarse en daarna de zwarte. Dus eigenlijk leg ik één bal voor. En ga ik moet alleen eens de zwarte erin doen. En ga proberen om dit even in één keer af te maken nu. Ja, maar zit een beetje met het dak, dus we wisselen ook even een stok. En ik ga het nu gewoon afmaken terwijl ik naar de camera kijk. Wauw. Tenminste, dat probeer ik. Kijk, nu is het Celia haar beurt. We gaan even kijken hoe Celia dit gaat doen. Nou, Celia moet dus nog die paarse erin. Die ligt hier. Let's go. Nou, nu gaan we zien hoe ik in mijn natuurlijke habitat ben. Zwart. Pakken wij de grootstok. Gaat hij rondom in een rondom. Nou, ik heb lang genoeg gefukt. Hup, ten. Afgemaakt, ik ben. Yeah. We zijn dus nu nog opnieuw in het huis. En nu brandt het licht hier boven de pooltafel nog. Alleen we weten niet hoe het uitkomt. Ja, ik ga even kijken of er zo'n lichtknopje is. Nee. Oeps. Nu gaan we dus vragen. Wij zijn niet klaar, wij gaan nu weer naar de auto. Ik zie jullie terug in de auto. Oké, dit is al de tweede keer dat ik ben vergeten om de vlog af te sluiten. Maar hierbij alsnog. Tof dat jullie hebben gekeken naar deze vlog. Vond je hem nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog en abonneer even op dit kanaal. En laat even een reactie achter als je het nou leuk vond en als je nog tips hebt. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Doei!